Het ministerie van Arbeid en de Inter-American Development Bank hebben de voortgang van het project Labor Market Alignment with New Industries geëvalueerd. Het project biedt trainingen in sectoren zoals landbouw, ecotourisme en ICT. Minister Stephen McAndrew bevestigde de steun van het ministerie en flexibiliteit in strategieën. Binnenkort wordt een overeenkomst getekend met het Suriname Hospitality and Tourism Training Center voor op maat gemaakte trainingen. De eerste kranslegging ter herdenking van Afrika CARICOM-dag vond op 9 september 2024 plaats in Cuba. Onder leiding van ambassadeur Paulus Aminta van Suriname werd de eenheid tussen Afrika en CARICOM benadrukt. Ze riep op tot versterking van samenwerking en verdere promotie van eenheid en ontwikkeling. Later deze maand volgt een bijeenkomst tussen CARICOM en Azië, eveneens onder Surinaams voorzitterschap. Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie sprak jongeren toe tijdens de afsluiting van de tweede educatieve en vormende bootcamp in de Ayoko-kazerne, waar ze discipline, survival skills en vooruitgang leerden. Het Openbaar Ministerie, vertegenwoordigd door officier Rashmi Chotku, prees de bootcamp als een positief alternatief voor jeugdcriminaliteit en stelde voor om dit programma structureel voort te zetten. Het OM wil een speciale bootcamp voor verschillende doelgroepen, inclusief jongeren met risicogedrag of in conflict met de wet.